Goedemorgen, middag of avond, wanneer je deze video ook kijkt. Welkom bij een kleding challenge video. Ik heb natuurlijk nog helemaal geen zomergarderobe video's, kleding challenge video's voor de jongens gedaan voor dit jaar. Maar ik had al een tijdje wat in de planning staan. Sterker nog, ik had deze pakketten al zo'n beetje, 6 weken in mijn gang liggen. Wat ik heb gedaan, ik heb contact gehad met een aantal abonnees. 2 daarvan heb ik een bedrag overgemaakt om outfitjes voor de jongens te kopen. En de 3e, daarmee heb ik contact gehad nadat ik een oproepje had geplaatst. Of iemand nog kleding had liggen in maat 92, 98 of 104. En daar kreeg ik ook een hele leuke reactie op van iemand die zei: ik heb echt nog heel veel liggen van mijn jongens in die maat. Dat mag je van me overnemen. Oftewel, ik heb 3 hele lieve abonnees kleding uit laten zoeken voor mijn jongens. En we gaan het nu allemaal unboxen. Maar allereerst is het pakket van Dana. Dana is net als ik ook een moeder van 2 kindjes. Zwanger van de 3e. Ze is 30 jaar. Ze wordt 31 juni 31. Ze komt uit de omgeving Amsterdam en ze is getrouwd. En ze kijkt elke week mijn vlogs en laat ook altijd hele lieve comments achter. Dus dat was 1 naam waarvan ik zeker wist, die ga ik sowieso een berichtje doen. En ze reageerde super enthousiast. En ze heeft dus een mooi pakketje opgestuurd. We gaan het even unboxen. Nou, eerst al een heleboel lekkers. Moet je kijken. En ik zag dus deze op TikTok al heel vaak voorbij komen. Omdat iedereen zegt dat ze echt mega lekker zijn. Dus dat gaan we eerst even proeven. Ik kan wel even wat suikers gebruiken als een kleine opkikker. Heel lekker. Nou, dat komt wel op. Zeker met mijn jongens. Maar dat had je waarschijnlijk zelf ook al bedacht. Oh Dana, wat heb je dit fantastisch gedaan. En ik had dus een budget van ongeveer 30 euro gegeven. En de vraag gesteld, zou je kunnen kijken of je voor beide jongens in ieder geval iets kan scoren? Nou, ik zie al een heleboel leuke dingen. Dit leuke broekje is voor Nout. Met een heel leuk streepje. Zoals ik het kan zien is Dana geslaagd bij de H&M. Heel leuk. Helemaal mijn smaak ook. Fantastisch. En ik zie dat ze hetzelfde broekje ook voor Mr. Morris heeft gescoord. Kijk nou. Ik vind het natuurlijk heel leuk om een boys te twinnen. Dus dat is sowieso al een succes. Heel leuk. En dit is nu al mijn favoriet. Is dit voor Mr. Morris? Ja, dit is voor Mr. Morris. Fantastisch. Dit vind ik echt zo leuk. Kijk nou. Hier word je toch instant blij van? Heel cute. Wat heb je dit leuk gekozen? Ik weet helemaal niet of je zelf jongens hebt. Ook even kijken. Ja, ze heeft 2 kinderen. Een zoontje van 2,5 en een dochtertje van 7 maanden. En momenteel dus zwanger. En ik zie dit ook. Ja, dit is natuurlijk helemaal à la femme. Met die knoopjes. Fantastisch. Dit is maat 92. Dus voor Morris. En ik zie wat je hebt gedaan. Want je kunt natuurlijk dit allebei combineren met dat broekje. Dus in principe heeft hij hier dus gewoon 2 outfits aan. Heel erg leuk. En toen dacht je, als ik voor Morris iets geels heb, dan moet ik dat voor Nout ook doen. Net voor Nout een pastelgele trui gescoord via Vinted. En elke keer als hij die aan heeft, dan zegt Stef, het staat hem zo mooi. En ik denk het ook elke keer, maar Stef zegt het elke keer. Dus dit is echt een hele leuke kleurkeuze voor Noutje. En dan heb je hier nog, oh, ook heel leuk. Een stoere van de Sarah. Heel leuk gedaan. Hier zit dus een soort printje op linksboven. Ja, fantastisch. Hele goede keuze. Ik kan zien dat jij de vlogs vaak kijkt en dat je weet wat ik leuk vind. Heel erg leuk gekozen. Dankjewel. En nog even een overview van wat Dana voor de jongens heeft gescoord. Echt heel erg leuk gedaan. Door naar pakket nummer 2. Die komt van Gisela. En Gisela had gereageerd op mijn oproepje of er mensen waren die tweedehands kleertjes of kleertjes van hun eigen kinderen hadden liggen die ze graag aan mij zouden willen verkopen voor een video. En Gisela deed een berichtje en die zei: ik heb heel veel.
Maar goed, ik wou het niet van tevoren zien, omdat ik dit dus graag een verrassing wou laten zijn. Dus ik heb haar gevraagd om een selectie te maken van kleertjes waarvan zij dacht dat het bij mij en de jongens zou passen, zeg maar. Kledingstukken die ik anders ook voor mijn jongens zou kopen. En daar heeft zij een selectie in gemaakt. En dat is dit pakket geworden. Gisela is ook mama van 2 boys en ze kijkt elke week de vlogs. En ze zei, ik heb zelfs al een aantal paasrecepten van je gemaakt. En de snackplankjes zijn hier thuis ook helemaal een hit. En dat vind ik heel leuk om te horen. Ik krijg heel vaak berichtjes van jullie dat jullie zeggen, ik maak thuis ook snackplankjes wat heel mooi in de smaak. Super leuk om te horen. Maar goed, dit mega grote pakket gaan we even openmaken. Zou ik gewoon in één keer zo'n roetje openmaken? Oh, wat is dit nou? Je hebt er zelfs een lief kaartje bij gedaan. Ja, dit is heel lief. Ik ga het jullie voorlezen. Lieve fam, hierbij de kleertjes voor jou 2 lieve mannen, Nout en Morris. Heel benieuwd wat voor leuks je ervan gaat maken. En hoop dat je er blij mee bent. Ik kijk uit naar deze video. PS, nog een klein cadeautje voor de jongens. Kan heel leuk op de treinbaan. Mijn zoontje Colin speelt er veel mee op de treinbaan. Liefst Gisela, Dennis, Colin en Oliver. Oh, vet lief. Dankjewel. Oh, dit is het cadeautje. Dit is natuurlijk van de Lidl treinbaan. Hier gaan ze heel blij mee zijn. Wat heb je veel opgestuurd? En je hebt het... Kijk nou jongens, ze heeft het helemaal mooi met een linkje en een kaartje gedaan. Kijk, dit is voor Mr. Morris met een briefje en dit is voor Nout. We gaan het openmaken, het is heel veel. Oh, je hebt er zelfs setjes van. Oh, dit is een setje. Kijk nou. Dit is een setje, dit is toch te leuk? Helemaal zo'n gezellig printje. Nou, dit schreeuwt ook Morris met alle diertjes. Morris is natuurlijk echt een dierenvriend. Heel schattig. Een broekje met een blouseje. Oh, als dit is wat het denkt dat het is. Dat is het. Het is een tuinbroek. Oh, een korte tuinbroek ook. Heel leuk. Fantastisch. Ook maar 92, denk ik. Ja. Heel leuk. Oh, Gisela, ik word... En nog een tuinbroek. Ik vind... Yeah. Ik word hier zo blij van. Ik vind... Weet je wat het leuk is? Het is natuurlijk één grote verrassing. En het is best wel spannend. Want je... Ja, je weet niet... Wat je koopt. Je maakt geld over en nou, succes zeg maar. Maar dat is ook het leuke hiervan. En als het dan goed uitpakt, dan word je natuurlijk helemaal, word ik helemaal enthousiast. Oh ja, fantastisch. Kijk nou, dit is toch leuk? En dit is echt een femkleur hè, dat cognackleurige. Maar dit lijkt wel nieuw. Maat 98. Is dit wel gedragen, Gisela? Dit is echt keurig. Heel leuk. Altijd goed. Dit kan overal natuurlijk bij op een spijkerbroek, omdat dat blauwe erin zit. Ja, en groen. Ik koop zelf ook vaak groen voor mijn jongens. En dit is natuurlijk ook leuk, hier dan weer onder. Of misschien had je dat wel zo bedacht, dat weet ik. Oh, wat is dit? Oh, wat is dit voor fantastisch leuk. Kijk nou, dit is een soort blousejasje. Ja, ik zou het op een lentedag gewoon als jasje doen. En er staat achterop... Little Star. Nou, dat is Morris natuurlijk. Met zijn microfoon. Dat is echt een kleine artiest. Maat 98. Heel leuk. Gisela, je hebt echt te weinig gevraagd voor deze kleertjes. Wat heb je me veel opgestuurd? Het was heel lastig om hier een prijs voor te bepalen. Want ik kon het niet zien. Dus ik heb Gisela gevraagd. Ik zeg, joh, wat je er anders ook op vindt het voor zou vragen. Dat vraag je ook aan mij. Zeg maar, ik wil er gewoon... voor betalen. Maar je hebt echt heel veel opgestuurd voor wat ik je betaald heb. Super lief. Voor Nout. Ja, ik zie dit schreeuwt gewoon helemaal fam. Dit had ik zelf anders in de winkel gekocht. Zo'n leuke basic. Kan overal blij. Ik vind donkerblauw altijd heel mooi bij Nout. Want Nout heeft natuurlijk blauwe ogen. Schot in de roos. Oh, dit is zo'n set van 2. Dus hier is dan ook nog in het grijzig. Heel leuk. Oh. Leuk. Kijk nou. Zo'n t-shirtje. Niet met een hele gekke print, maar wel met een heel schattig ijsje. Dit is Nout zijn favoriet, denk ik. Die vindt alles met ijsjes erop. Echt heel leuk. En weer donkerblauw. Past mooi bij zijn ogen. Oh, wat goed. Hema. Hema Basics. Ja, 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 ja. Hier word ik blij van. Met een zakje. Dit is een mooie... Mooie stof ook, een wat dikkere stof. Kun je dat zien? Ja, dat kun je wel zien. Heel netjes ook nog. Hebben jouw kinderen dit gedragen of kan je gewoon heel goed wassen? Het ziet er allemaal nog heel netjes uit. En ook zo'n basic in het groen. Oh, Stef is boven. Die ga ik zo roepen, want ik weet zeker, die gaat
die vindt dit allemaal ook heel erg leuk. Dat is misschien wel leuk om toe te voegen als element aan deze video. Stef's eerste reactie. Ja, oh heerlijk. Zo'n lekker broekie. Lekker dun voor de zomer van H&M met van die koordjes. En daar zit dan nog zo'n donkerblauw effectje aan. Kijk, en hier zie ik dan ook alweer, ik voel hier alweer outfits ontstaan. Ja, bij zo'n broekje kan natuurlijk alles. Maar ik vind het dan leuk om dat te combineren met zoiets waar dan ook een bruin knoopje in zit. Ja, altijd goed. Echt altijd goed. Van de Primark. Een donkere denim, korte broek met zo'n omslagdingetje. Perfect. En hier zit het kaartje koortje nog aan. Deze hebben jouw jongens niet aangehad. Gisela, je bent niet voor me op pad gegaan, toch? En ik denk wel dat jullie doorhebben dat ik van streepjes hou. Want je hebt bijna hetzelfde broekje als wat Dana naar me heeft opgestuurd. Ook van de H&M. Ja, heel leuk. Perfect. Als laatste had Gisela ook nog deze leuke korte broek. In een soort mosterdkleur. Van het merk Noppies. Huh? Verkoopt Noppies kleding voor ook voor grotere jongens? Dat wist ik helemaal niet. Noppies is altijd wel mooie kwaliteit. En er zit dus een klein labeltje op de zak. Ik ben helemaal overweldigd. Wat heb je dit leuk gedaan. En een mooi cadeautje. Die jongens zijn nu niet thuis. Maar als ze zo uit school komen, dan gaan ze natuurlijk alle kleertjes bekijken. En dan ga ik ze dit ook geven. Super lief. Dankjewel. Ja, daar gaan ze heel blij van worden. Dit zijn alle setjes die Gisela voor Nout heeft opgestuurd. En dit zijn alle sets die Gisela voor Morris heeft opgestuurd. Heel erg leuk gedaan. En als laatste heb ik Eva benaderd. En Eva heb ik ook een geldbedrag overgemaakt om daarvan te shoppen voor mijn jongens. En zij zegt, dit wordt een uitdaging, want ik heb een dochter. Dus dit vind ik helemaal leuk om een keer voor een jongen te shoppen. Dus ik ben natuurlijk heel benieuwd wat je hebt gevonden. Het kwam aan in een H&M tasje, maar je hebt me ook gemaild over Vinted. Dus ik weet niet precies, misschien heb je het in een H&M zakje gedaan. Of misschien heb je het toch bij H&M besteld. We gaan het openmaken. Nee, je hebt bij H&M besteld. Allereerst een superleuk broekje van de H&M. Heel mooi kleurtje. Met zo'n koordje dat je hem aan kan snoeren. En dat vind ik altijd wel perfect. In maat 98. Dus deze is voor Morris. Ga ik vanuit. En ik denk dat je dit shirtje daarbij wou combineren. Ja, helemaal goed. Helemaal fam. Hele leuke set zo bij elkaar. Heel cool gedaan. En als ik dit zo zie, dacht jij, laat ik nou het even blij maken. Ik kan je nu al zeggen dat dat gelukt is. En jullie mogen één keer raden wat voor kleur ik hier beneden heb liggen. Correct, rood. Oh ja, dit vindt hij fantastisch. Heel leuk. Leuk zo'n kort broekje met van die steekzakjes in nou zijn lievelingskleur, rood. Ja, dit wordt hij natuurlijk instant gelukkig van. Dit vindt hij heel leuk. En ik verwacht dat jij dacht, ik maak daar een leuke combi bij met dit shirt. Heel leuk gedaan. Wederom een streepje. Ik hou ervan. Jullie kennen me goed. Jullie kennen de smaak voor de jongens goed. Dit is natuurlijk helemaal een geslaagde set. Oh Eva, wat heb je dit ook leuk gedaan. Kijk nou jongens, hier ligt alles uitgestald. Dat is toch niet normaal, zoveel. Vet leuk. Ik denk dat het nu tijd is om Stef erbij te gaan roepen. Want die heeft al een paar keer gezegd. Fem, waar is de zomerkleding van de jongens? Dat ik zei, het ligt in de gang. Help, ik heb geen tijd om een video op te nemen. Maar zoals jullie weten zijn er wat andere keuzes gemaakt. En heb ik nu wel tijd om video's te maken. Dus ik ga hem dit even laten zien. Dat is wel veel, hè? Veel, hè? Ja. Tuinbroekjes. Je moet uit elke stapel één favoriet kiezen. Dit heeft Dana opgestuurd. Deze hele set is bij H&M geslaagd. Dit komt van Gisela. Dit is allemaal tweedehands van haar jongens. En dit heeft Eva voor de jongens gekocht. En ik hier? Ja. Deze. Ja, ik wist het. Dat pasteelgeel staat nou ook mooi, hè? Dat zei ik net. Ik zeg, Stef zegt echt zo vaak dat hem dat mooi staat. Die en die is dat dan? Dat is jouw favoriet. Allebei voor Morris. Die onderste set zijn voor Nout. IJskoud truitje vindt Nout helemaal fantastisch. Dat zei ik ook. Ik zeg die IJskoud trui is sowieso een hit. Deze is dit echt al. Dat is Nout, hè? Het is niet normaal. Hoeveel kleren. Dit is een leuke thumbnail. Wacht even. Even lachen. Ja, zo gaat dat in zijn werk, jongens. Maar het is niet normaal hoeveel kleding voor het geld. Ja,
Ik ben helemaal flabbergasted. Heel blij ook. Helemaal mijn smaak. Echt alles, alle kledingstukken stuk voor stuk. Heel erg leuk. Ik vermoed dat dit niet een hele lange video gaat zijn. Hopelijk wel een hele leuke. Ik vond het zelf heel erg leuk om contact te hebben met mijn abonnees. En natuurlijk om de pakketjes open te maken. Omdat het toch een verrassing is. Wat gaat er binnenkomen? Heel erg geslaagd. Ik ben zelf nog aan het brainstormen of ik nog meer creatieve budget challenge, kleding challenge video's ga maken. Ik ben er nog niet helemaal over uit, maar heel eerlijk. Mijn hoofd stroomt ook een beetje over met 1001 video ideeën die ik wil gaan maken. Dat ik gewoon eigenlijk niet zo goed weet waar ik wil en moet beginnen. Dus jullie zien vast en zeker nog challenge, kleding challenge video's tegemoet. Maar ik ga geen toezeggingen doen van wanneer of wat. Ik moet het allemaal eerst even een beetje op een rijtje krijgen. Voor nu was dit een hele leuke om op te nemen. En hopelijk voor jullie ook om te kijken. Als je het leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan ook vooral even. Dat is gratis. Voor nu wil ik je in ieder geval bedanken voor het kijken. En ik zie je graag in de volgende video weer.